Hallo, goedemiddag. Mijn naam is dus John Koning en ik ben art director van het Parool. En voor jullie staat een blij mens, want een maand en een dag om precies te zijn, mocht ik een award in ontvangst nemen. En dat gebeurde in New York, zoals je ziet. Tenminste, dit is geshopt, maar ik heb 3 dagen in New York met een grote glimlach op mijn gezicht rondgelopen. Ik was daar samen met de hoofdredactie van het Parool, want we werden daar uitgeroepen tot World's Best Designed Newspaper. En dat was niet de eerste keer, dat was al de 2e keer dat we die prijs in ontvangst mochten nemen. We zijn daar ongelooflijk trots op. Zetten dat ook best bescheiden eigenlijk, maar wel elke dag groot op onze voorpagina. Of elke dag niet groot is, maar wel elke dag. Dat is wel een hele bijzondere prijs, want daaraan doen 152 kranten over de hele wereld mee. New York Times doet eraan mee, The Guardian, Politieken, kranten uit Argentinië, uit de Verenigde Arabische Emiraten, de hele wereld, die worden daar bekeken. En toen bedachten ze dus dat wij de beste van de wereld waren. En dan moet je bedenken dat de New York Times, daar werken 1100 mensen, bij ons 60. Dus daar moeten we het mee competitie mee leveren. En de Washington Post bijvoorbeeld, die heeft alleen al 60 mensen op de grafische afdeling. We waren dus ongelooflijk trots. En zijn dat nog steeds. What a joy it must be to have het Parool as your daily news source. Dat schreef de jury dit jaar. En vorig jaar zeiden ze, en dat vond ik heel treffend, bold and aggressive. Zo omschreven ze ons, without being threatening. Bold and aggressive, ja, without being threatening. Dat vond ik ook wel heel erg bij ons passen. Wat ik ga doen is vertellen hoe wij tot het ontwerp wat in 2016 is gepresenteerd, hoe we dat hebben bedacht, hoe dat proces is gegaan. Maar eerst wil ik nog even iets vertellen over de oorsprong van onze krant, want dat vind ik altijd heel belangrijk. Het Parool is 77 jaar geleden ontstaan in de Tweede Wereldoorlog als een verzetskrant. Er zijn in die periode tientallen mensen omgekomen die geschreven voor het Parool, die drukwerk deden, die distributie deden. En dat is iets dat zit in onze genen. We schrijven daar niet elke dag alle pagina's over vol, want we zijn een vrolijke krant. Maar het is wel echt heel belangrijk voor ons. Het is ook, anno 2018, en dat is wel een beetje pijnlijk, belangrijker dan het jarenlang geweest is. We hebben te maken met fake news. We hebben te maken met Facebook die nieuwsbronnen vervangt en waar dingen gebeuren die niet helemaal oké zijn. En we hebben ook te maken met een misdaadverslaggever, Paul Vugts, die bij ons werkt. En die is al een half jaar uit zijn huis. Die zit op een geheim adres, want die wordt bedreigd. En hij zelf vond dat wel meevallen, maar de politie vond dat niet. Hij moest zijn huis uit, want het was niet veilig meer voor hem. Dus dat zijn zaken die voor ons maken dat het nog steeds heel belangrijk is om te vechten voor het vrije woord en te zorgen dat er een goede onafhankelijke pers is. Nou, dat is heel serieus. Zo zijn we dus niet op elke pagina, maar het is wel belangrijk voor ons. Dan ga ik nu iets vertellen over het ontwerp, waar we dus die schitterende prijs mee hebben gewonnen. Dit is de krant zoals die eruit zag in voordat we dit ontwerp hadden, tot 2015. En ik heb deze voorpagina gekozen om te laten zien, omdat ook vanwege het onderwerp, Dansen bij Jansen verdwijnt, was toen de grote opening. Dus dan kan je je voorstellen, je hebt heel hard gewerkt. Je bent benieuwd wat je krant heeft te vertellen over wat er gebeurd is allemaal in de wereld. En dan lees je dat er een kroeg gesloten is. Dat was toch wel een beetje van de gekken, vonden wij. Ik heb het toen zelf gemaakt. En dat had ook wel weer een oorzaak, want het Parool was ooit de grootste krant van Nederland. De jaren 60. Jaren 70 ging het ook nog goed. Jaren 80 en 90 ging het wat minder. Toen wilde het bedrijf wat Parool in bezit had, wilde er stekker eruit trekken. Een aantal mensen heeft toen besloten om zelfstandig door te gaan en niet meer als landelijke krant door te gaan, maar als lokale Amsterdamse krant door te gaan. Dat heeft de krant geen windeieren gelegd. Daardoor is de krant kunnen overleven, maar het was een beetje doorgedraaid. We waren te lokaal geworden. Dat vond ook de nieuwe hoofdredactie die in 2015 aantrad. En die kwamen met een plan. De krant moest weer meer autoriteit uitstralen, moest cosmopolitischer worden, moest ook wel degelijk stijlvol blijven. En wat voor mij heel erg leuk was, was dat er dus een restyling aankwam. Ik ben ontwerper, dat is mijn achtergrond. Maar dat er ook een hele nieuwe krant bedacht moest worden. Het was niet alleen een nieuw jasje, maar het is gewoon een all the way alles bedenken met elkaar van wat willen we nou eigenlijk. We hebben dat in hele korte termijn, op hele korte termijn moeten doen, in een paar maanden tijd.
veel gesprekken met elkaar gehad. En wat er uit naar voren kwam was dat we eigenlijk een soort, wat bij mij is blijven hangen, ode aan de dode bomen wilden maken. We wilden de geur van drukinkt weer terug. We wilden weer terug naar de tijd van de jaren 50 en 60. Dat gevoel dat de krant autoriteit had en dat het nieuws er echt toe deed. Zonder natuurlijk retro te worden. Dat was ook heel belangrijk. De jaren 50 en 60. Ik heb hier even heel snel, dat zei de hoofdredacteur, die zei ik wil dat gevoel weer terug. Dus ik denk, nou, hoe zagen we er toen uit? Dit is de jaren 50, 60, 70, 80, 90. Je ziet dat er in die periode niet zo heel veel veranderd is. Ik heb dit tot me genomen, maar ik zag wel dat dit niet was wat het precies moest worden. Maar ik voelde wel heel goed wat met name Ronald toen, de hoofdredacteur, bedoelde met het gevoel wat die krant moest hebben. En toen zijn we gaan schetsen. We hebben eigenlijk dat in een aantal stappen gedaan. Dit was de eerste schets. En dit vonden we uiteindelijk nog niet brutaal genoeg, want we wilden ook, de kranten waren steeds voller geworden met allemaal kleine artikeltjes, we wilden veel meer kiezen en we vonden hier dat we nog te weinig kozen. Maar je ziet hier al wel twee dingen die uiteindelijk in het eindelijk ontwerp ook terug zijn gekomen. Dat is dat de kleur moet uit de foto komen, uit de fotografie, en de fotografie moet ook weer wat meer witruimtes krijgen, waardoor het er meer uitspringt. Want als je het hebt over ode aan de... Sorry, waar je dat vragen? Ja, was het altijd al kleiner formaat? Parool was wel de eerste die in 2001 in Nederland op het tabloid formaat ging. Maar dat is wel, dat is in 2001 dus gebeurd. Ode aan de dode bomen, dat klinkt natuurlijk heel goed. Maar er moet nog iets bij vertellen. Want wat we daarmee bedoelen is dat wij vinden dat de krant zoals die nu is, dat die echt een rol heeft in het medialandschap. En hoe doe je dat? Hoe bevecht je die rol? Door uit te gaan van je eigen kracht. En die kracht zit hem in, want je moet concurreren met digitaal gratis nieuws. Wat kan je als krant, wat je op je mobieltje niet kan, dat is paginagroot foto's presenteren, fotoseries, fotospreads. Dat is ook longreads maken bijvoorbeeld. Dat doen we regelmatig in het weekend. Dan hebben mensen wat meer tijd. Dan gaan ze zitten met hun krant. En dat zijn de aspecten, en zo zijn er nog meerdere, waarvan we dachten, die moeten we echt ten volle benutten. Nou, een van de dingen zie je dus hier, dat we de fotografie al wat beter aan het presenteren zijn. Maar we vonden het nog niet ver genoeg gaan. We wilden ook wat duidelijker kiezen. Dat hebben we in de tweede opzet hebben we dat weer wat duidelijker gedaan. Nog groter beeld, minder artikelen. Ook binnenin veel minder artikelen, meer kiezen. Dat was voor ons heel belangrijk. Toen, en dat is wel heel leuk, ik heb een hoofdredacteur, dat is voor een ontwerper natuurlijk altijd heel belangrijk, degene voor wie je het doet, met wie je samenwerkt, die durft echt stappen te nemen. Die vindt het leuk om te kijken, kunnen we het niet toch een beetje pushen? De krantenwereld is best conservatief, dus het is heel fijn om iemand te hebben die zegt van, en dat zei hij dus, van ga eens een weekje bij een creative agency van De Jong ben ik gaan zitten, met een aantal ontwerpers, die hadden nog nooit een krant gemaakt. Ga eens kijken wat daaruit komt. Die hebben dan helemaal geen last van, want ik werk elke dag in dag uit bij een krant. Dan weet je toch precies, dat kan wel, dat kan niet. Dat beperkt je toch een beetje. Dus we hebben gedacht van, we kijken even naar buiten. En toen ben ik daar gaan ontwerpen met die mensen. En dan zijn we tot dit gekomen. Dit vonden we uiteindelijk een beetje te veel van nu. Te weinig tijdloos. Dit is een beetje hippig. Dit vonden we, we waren bang dat dit over 2 jaar... alweer een beetje voorbij was, uit de tijd was. Toen kwam de volgende stap, want als je bij zo'n groot bedrijf werkt als wij het doen, het Parool is onderdeel van de persgroep, daar zit ook de Volkskrant bij, daar zit het AD bij, daar zit Trouw bij, dan kan je heel veel dingen zelf bedenken, maar er zijn ook dingen die moeten gewoon volgens de bedrijfscultuur. En een van die dingen is, je moet samen gaan werken, als je zo'n restyling doet, met een groot iemand van buiten. En dat was een Poolse designer, Jacek Utko, en die had heel veel prijzen al gewonnen, goede dingen gedaan, die hadden wij gebriefd. En toen zijn we met hem, de eerste presentatie die hij deed, dat was achteraf misschien ook helemaal niet zo handig, dat deden we via een Skype-verbinding in een iets te klein kamertje, het haperde ook een beetje allemaal, maar vooral ook wat hij presenteerde was dit. En daar schrokken we ons een beetje een hoedje van, want het zag er helemaal niet uit. Het was niet wat we wilden. En we waren wel een beetje tot hem veroordeeld. We konden niet meteen zeggen, dat doen we niet. Dus we zijn toen, zweterige sessie, zijn we bij elkaar gekomen. Hebben gekeken, wat werkt nou wel? En een van de dingen, dat zijn dingen in mijn vak waar ik dus heel druk mee bezig ben. Wat we goed vonden werken was dit lettertje, deze typografie. Dat is de Quattro. Een letter ooit bedacht door iemand in de 14e eeuw in Gent. Dat is ook nog leuk, een beetje Nederlandse historie. Maar die
Die was uit het juryrapport. Daar stond dus bold and threatening, bold and aggressive without being threatening. En dat vond ik wel heel erg bij dat lettertje. Dit is, ja, je moet bedenken dat een krant, je bladert door. Wij wilden niet heel veel gekke dingen doen met de typografie, maar dan moet die typografie wel staan als een huis. En dat vonden we heel goed. Wat we ook goed vonden is deze lijn. Dat vonden we ook heel goed werken. Ja, dat zijn dus de dingen, hè, waar je als vormgever druk mee bezig gaat. Dikke lijnen, dunne lijnen. Maar dat vonden we goed werken. Dus we dachten, ja, we moeten toch met hem door. We gingen weer hem brieven. En de volgende keer kwam hij gelukkig naar Nederland. Dat werkt ook altijd toch wel wat fijner in persoon. En toen kwam hij met dit voorstel. Ik laat hier natuurlijk alleen maar achter al deze voorpagina's zaten altijd gewoon de hele krant. En er zaten nog veel meer voorpagina's. Maar ik moet het een beetje beperken hier. En hier waren we heel tevreden over. Er waren ook heel veel variaties mogelijk. Maar ook duidelijk kiezen, beeldgroot, veel witruimte, sterk, krachtig. Dit was precies wat we wilden. Dus we waren daar heel blij mee. En als je ziet, het is ook altijd heel belangrijk, hoe ziet je logo eruit? Zeker voor een krant, elke dag kom je bij de mensen in de bus, elke dag lig je in de schappen. En je ziet hier ook wel dat we behoorlijk aan het klooien waren met dat logo. Steeds ziet het er heel anders uit. Dit vonden we te ielig. Dit was een beetje te magazine-achtig. Dit vonden we niet uitgesproken genoeg. Dit vonden we heel erg jaren 80. Dit vonden we een beetje te klonterig. Dus we hebben een Spaanse letterontwerper in dienst genomen. Een hele gerenommeerde, iemand die hele mooie fonts maakt. En die hebben we uitgelegd wat we wilden. We zeiden, dit is het logo zoals het nu is. Maar we willen meer autoriteit. We willen het wat cosmopolitischer, wat steviger. En toen kwam ze met dit. En we schrokken ons een hoedje, want net eigenlijk als bij die Poolse ontwerper kwam deze Spaanse mevrouw met iets wat we echt helemaal niks vonden. En dan dachten we alweer van, misschien moeten we afscheid van haar nemen, maar toch nog een keer gaan brieven. Toen kwam ze met schetsen en toen kwam ze met dit. En dit is het logo zoals het nu is. Met de dikke streep eronder en een hele mooie letter die ze zelf ontworpen heeft. Een soort samenvoeging tussen de platte tekst en de kopletter die we hebben, maar dan net weer anders. Dus dat, daar waren we ook heel erg blij mee. Nou is het belangrijk om te weten dat de prijs die we hebben gekregen niet alleen voor het ontwerp is, die is voor de uitvoering. Je moet als krant, als je meedoet aan die competitie, moet je 5 hele kranten insturen. Die wordt dan doorgebladerd, door de jury en dan beoordelen ze welke krant het meest consistent is, welke het beste is. En dat is natuurlijk voor die prijs, die is ook hartstikke leuk en belangrijk, maar het gaat natuurlijk om wat de lezers ervan vinden. En voor de lezer is het natuurlijk ook heel belangrijk dat die krant niet een mooi ontwerp heeft wat dan later een beetje verwaterd en waar niemand naar omkijkt, maar dat het elke dag goed gemaakt wordt. Er zijn een aantal dingen die we hebben bedacht die van belang zijn. Eén van die dingen is dat we de lezer genoeg moeten verrassen elke dag. We moeten voor veel afwisseling zorgen. Links zie je, zo hebben we ons gepresenteerd in 2016. Toen bestond de Pro dus precies 75 jaar. We vonden echt dat we een hele nieuwe krant maakten. Dus herboren in 2016, zo voelden we dat. Rechts zie je een van de meest geslaagde voorpagina's. Die straalt echt de autoriteit uit. Hier zie je echt van, deze krant vertelt je wat er allemaal in de wereld speelt. Voor ons is het natuurlijk ook, wij zijn ook, dit is een illustratrice, Sjoukje Bierman, die in de mode werkt, maar die ook voor ons werkt. Wij proberen ook een beetje buiten de geëikte paden te kijken en met andere mensen samen te werken. We proberen dus heel veel afwisseling, verrassing te geven aan de lezers die elke dag maar weer die krant krijgen. Toen Johan Cruijff overleed hebben we een schilderij van Marlene Dumas op de voorpagina gezet. Dat is heel anders dan gewoon het standaardbeeld wat andere lezers doen of wat The Guardian doet. Die had Rob Rensenbrink op de voorpagina. Goed, dat terzijde. Dit is een verhaal waarbij dat ging over dat er nog nooit zoveel vluchtelingen in de wereld waren geweest. En wij vonden het goed om dat te presenteren met een hele grote graphic. Dat soort dingen, daar moet je natuurlijk mee oppassen, want het kan er heel mooi uitzien, maar het moet wel ergens over gaan. En hier gaat het echt ergens over, dus dan kan je dat zo groot brengen, vinden wij. Hier zie je ook een collage van allemaal voorpagina's waaruit blijkt, waaruit je ziet dat we zoveel mogelijk proberen te variëren. We hebben lezers die houden heel erg van kunst, we hebben lezers die houden van sport. We willen ook zorgen dat we echt nieuwsig blijven. We proberen daar de hele week door, de hele maand door, het hele jaar door genoeg afwisseling in te krijgen.
Even kijken, dan gaan we even door. Voor ons is het ook van belang natuurlijk dat je weet voor wie je het doet. Wie je doelgroep is. En wij doen dat door ook heel veel in de stad aanwezig te zijn. We hebben een filmfestival, PAF Filmfestival, elk jaar in de filmhallen. We hebben stadsgesprekken in de balie waar we over politiek praten. We hebben de kleine komedie waar we de klap op de maand doen elke maand. Waar columnisten van ons voordrachten geven. En zo proberen we constant met onze lezers in contact te blijven. Zodat we weten wat er leeft onder de lezer. Maar we proberen natuurlijk ook, dat is heel belangrijk, die lezer een beetje voor te blijven. Te verrassen en dingen te doen die ze zelf misschien niet zo verwachten. Belangrijk voor ons is durf te kiezen. Ik heb het al eerder gezegd. Dat wil ik laten zien aan de hand van één voorbeeld. Dit is de voorpagina die we hebben gemaakt op de dag dat Van der Laan, onze overleden burgemeester, toen hij vertelde dat hij zou aftreden, dat hij ging aftreden. Toen hebben we een mooie tekening op de voorpagina gezet, een mooi verhaal erbij. Dat was in september 2017. In oktober overleed hij. We wisten al een tijdje dat het eraan zou komen, dus we hadden ons best gedaan om een mooie bijlage te maken. Die zie je hier. En we hadden op de voorpagina een heel mooi portret van hem. Het heeft heel veel reacties bij de lezers losgemaakt. Dat was, werd heel erg goed gewaardeerd. Dit was op een vrijdag en toen kwam daarna de zaterdagkrant. En de zaterdagkrant is traditioneel voor ons de krant waarin we terugblikken op hoe de week was. En we wisten ook in de loop van de vrijdag werd al duidelijk dat er ongeveer 7 pagina's vol met rouwadvertenties in die krant zouden staan. Dus we moesten ook nog op de voorpagina daar iets mee. Toen kwam aan het eind van de dag Ronald naar mij toe met een gedicht van Frank Starink, de voormalige stadsdichter van Amsterdam, inmiddels ook overleden. Een heel mooi gedicht. En in no time hadden we besloten om dat gedicht op de voorpagina te zetten. Dus dit is de voorpagina van die zaterdag. En ik prijs me dus heel gelukkig dat ik een hoofdredacteur heb die, ook, die dit soort dingen durft te doen. Want je kan van alles bedenken, maar je moet dan wel die mensen meekrijgen. En hij, in no time, vond hij dat een goed idee. En het is wel grappig, want wij hebben natuurlijk altijd met redacteuren als vormgevers heb je dan allemaal discussies over dat ze willen dat er heel veel tekst op de pagina's kan. En wij zeggen nee, er moet ook voor andere dingen op. En dat zeggen we altijd. Eén beeld zegt vaak meer dan 1000 woorden. En dat kan je al niet eens meer zeggen, want dan worden ze wel gek. Maar hier hebben we dus juist gekozen voor tekst in plaats van beeld. Om de lezer wel nog normale zaterdaggevoel te geven, kwam daarna deze pagina. Maar deze hebben we ook ingestuurd voor de prijs. En dat is ook een van de redenen dat we de beste van de wereld zijn geworden. Dit zijn ook nog wat voorbeelden. Dan wil ik afsluiten met een goed verhaal. Het laatste hoofdstukje. Het goed verhaal vertelt zichzelf. Ik heb een financieel adviseur, daar kom ik 1 keer per jaar, al heel lang. Die vertelt dan altijd vrolijk over het Parool, dat ze dat leest. En die vertelde mij vorig jaar voor het eerst, zei ze van, ik merk echt dat het Parool weer status heeft gekregen. Dat mensen niet meer zien als het krantje erbij. Maar als je zegt, ik lees het Parool, dan kijken ze niet meer aan van, lees je het Parool? Maar dan denken ze echt van, ja, ze snappen het. Het Parool heeft weer status gekregen. En dat zien we op allerlei gebieden. We zien ook in de verkoop, dat is natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste, die weer omhoog loopt, wat heel bijzonder was, want het is tijdlang echt alleen maar naar beneden gegaan. Maar je ziet het ook, ik ben zelf een groot liefhebber van Stephen Colbert. Daar kijk ik elke avond eigenlijk naar. Dat is een Amerikaanse talkshow host. En een jaar geleden zat ik ook te kijken naar hem. Toen was net James Comey, de FBI-directeur, was ontslagen. En tot mijn verbazing was dit het item wat hij toen deed. Americans aren't the only ones who are shocked about the Comey firing. So is the rest of the world. A British paper called Comey's firing a brazen attack on the rule of law. An Israeli paper described Trump as a president who doesn't play by any rules. And a headline in the Netherlands read, Vries voor doofpot na ontslag FBI topman. Now, I do not speak Dutch, but I think I know who the doofpot is. En dit vond ik bijna nog leuker dan het winnen van de prijs, moet ik eerlijk zeggen. Oké, tot zover. Ja.